Hey allemaal, KCNL hier. Misschien ken je me al, misschien ook nog niet. Maar ik ben een halfjaartje geleden begonnen op Twitch met het opbouwen van een kanaal. En dat gaat tot nu toe fantastisch. Ik ben daar zo ontzettend blij mee. Ik had dat nooit verwacht. Op dit moment heb ik 26 subscribers. En die wil ik eigenlijk gaan bedanken. Ik wil hun op mijn manier laten zien wat hun support voor mij betekent. En daardoor werd ik eigenlijk samen met mijn moderator Golds geïnspireerd door de loyalty badges in de chat. Die op dit moment nog alleen voor de partners zijn, maar over een maandje ongeveer ook naar de affiliates komen. En ik dacht, laten we dat gewoon even een stapje beter doen. Dus, ik mag eindelijk na bijna een maand hier druk mee bezig geweest zijn, bekendmaken wat ik voor jullie ga doen. En dat is namelijk real life loyalty badges. En eigenlijk net zoals op Twitch, begint deze bij 3 maanden. Ik ga hem laten zien. Hij is van hout, hij is uitgelezerd. Het is een beetje gaat zien. Er komen foto's online, don't worry. Dus jullie zullen het zeker goed te zien krijgen. Maar het is uitgelezerd en ingegraveerd met de laser. Ingegraveerd, dat is een raar woord. Maar goed, maakt niet uit. En ik vind hem zo fantastisch vet. Het is natuurlijk voor degenen die mij al kennen, mijn logo. Als je me nog niet kent, dan weet je het nu. Het is mijn logo. Maar de Twitch loyalty badges, die zijn er niet alleen voor de 3 maanden, maar ook voor de 6 maanden. Dus, ik liet hem bijna vallen. Maakt niet uit. Dus voor 6 maanden ook de loyalty badge van Plexiglas. Ook uitgelezerd. Het ziet er zo fantastisch vet uit. Maar ja, dan moet je voor 12 maanden, dat is een jaar. En dat verdient toch iets specialers. Dus we hebben ervoor gekozen om die super deluxe uit te frezen uit aluminium. Je kan het zien, het haar is erin gelaserd. En het is een beetje moeilijk om te laten zien zo op de camera. Maar het ziet er fantastisch uit. Je kan ook zien, het is... Nou, nog net geen werpster. Je zou hem er bijna voor kunnen gebruiken. En om het af te maken... hebben we dan een 24 maanden loyalty badge. En die is gemaakt van messing. En dat is, het is zo moeilijk om te laten zien op de stream. Hier, of nou ja, de video eigenlijk. Maar je ziet, het glinstert. Het is helemaal mooi. Deze komen naar de... subscribers die er 24 maanden bij zijn. Dat is nog even wachten, want zo lang ben ik nog niet bezig. Maar ik vind het heel, heel vet om dit voor mijn subscribers te doen. Ik dacht, laat ik het een keertje anders doen. Real life loyalty badges. Mensen, iedereen die mij op wat voor manier support, hartstikke bedankt. En ik hoop dat er nog heel veel mooie maanden mogen volgen. Dank jullie wel.